Hallo, ik ben Sam en ik ga tonen je van hout een lepel maken. Dat is helemaal niet zo moeilijk. Met dit hout ga ik een lepel maken. Dit is jong en vers hout. Dit is veel soepeler dan hard hout. Van dit stuk hout heb ik de helft nodig. Ik ga mijn mes erbij halen. Ik ga het niet snijden, maar opkloppen. Dit is veiliger en gaat ook sneller. Dat heet batonneren. We zijn er bijna. Nu gaan we er een lepel op tekenen. Niet te dicht tegen de rand tekenen en zorg ervoor dat je van achter altijd een handvat hebt. Zo wil ik graag dat hij eruit ziet. Regel 1. Ga op je knieën zitten zodat je niet in je eigen benen kunt snijden. Regel 2. Snij met je mes van je weg. De grove kanten snij je nu weg. We komen al in de buurt van ons vormpje. Ik vind dat dit echt al op een lepel begint te lijken. Ik ben tevreden. Ik ben klaar met snijden, maar er zit nog wel geen holletje in. Dit ga ik niet doen met mijn mes, maar met vuur. Ik neem een rood kooltje uit het vuur en leg die op mijn lepel. Ik heb hier een kooltje dat brandt het hout van mijn lepel weg en ik houd het met een stokje vast. Ik blaas er zachtjes onderin dat het hout van de lepel wegbrandt en dat er dan de juiste vorming komt. Ik denk dat we bijna klaar zijn. Het kooltje mag eraf. Voilà, hier is het holletje al. Voilà, hij is af. En de volgende keer maak ik een mes.